Hi guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. It's been a while. Ik heb een tijdje een pauze genomen. Ik denk dat ik 4 maanden geen video's heb geüpload. Omdat er best wel wat is gebeurd in de afgelopen tijd. Maar als je me op Instagram en Snapchat volgt, dan heb je het een beetje meegekregen. Maar ja, deze video eigenlijk om te vertellen wat er in de afgelopen maanden is gebeurd. Wat er nu gaande is. Nou, en dan ga ik maar beginnen. Het begon eigenlijk allemaal toen Zane is geboren. Hij is vorig jaar oktober geboren. En sindsdien is eigenlijk heel ons leven een beetje op zijn kop vanwege zijn gezondheid. Ik probeerde zelf, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet vertellen, maar ik ga mijn best doen. Hij heeft dus een aandoening in zijn luchtwegen en dat heet laryngomalacie. Kort gezegd, het is gewoon, ja, dat zijn, even kijken, zijn strottenhoofd, de klepjes daarvan, ja, slap zijn, waardoor tijdens het inademen, ja, bij hem gewoon weinig ruimte gecreëerd wordt om die zuurstof te verwerken. Ik zal een videootje plaatsen van hoe hij ging ademhalen. En dat is verschrikkelijk als je dat als moeder zijnde ook moet aanhoren. En ik heb daarom ook geen video's van hem gepost waar je zijn stem hoorde. En dat is puur omdat ik niet tegen het geluid kon. Niet omdat ik me schaamde of zo ervoor. Want dat is hoe hij is. Dat is wie hij is. En het hoort bij hem. Of het hoorde bij hem. Het was best wel pittig. Want ja, ik sliep weinig. Omdat ik bang was dat hij geen adem kon halen. Dus ik zat continu te kijken. Oh, haalt hij wel adem? Oh, gaat alles zo goed? Is alles oké? Okay? En door zijn aandoening belemmerde het hem in heel veel. Maar had hij ook veel pijn, naar mijn idee. Nou, we zijn dus een paar keer naar de dokter geweest. En het ziekenhuis waar wij toen waren, is ook het ziekenhuis waar ik ben bevallen. En die zeiden gewoon aan ons, hij groeit er wel overheen, het komt goed, het hoort er allemaal bij. Mind you, mijn kind, zijn borstkas ging helemaal naar binnen als hij ging inademen. Hier bij zijn keel ging helemaal naar binnen als hij ging inademen. Als je het zag, dacht je echt, how is dit, hoe is dit normaal, hoe? En hoe hoort dit erbij? Ik had zo mijn twijfels, maar ik dacht, nou, ik vertrouw op de artsen, maar ook weer niet helemaal. Nou, toen zei mijn familie dus, weet je, ga toch maar gewoon voor de second opinion. En toen dacht ik, weet je, laat me het gewoon doen. Want wat heb ik te verliezen? En ik help hem alleen maar erbij. Dat hebben we toen gedaan. En bleek dus dat er ja, wat meer aan de hand was bij hem. Hij heeft inderdaad dus wel laryngomalacie. En de artsen die vroegen mij toen om zijn
ademhaling te filmen tijdens zijn slaap, tijdens het spelen. Sorry. Tijdens het spelen, tijdens het eten. En dat heb ik toen ook gedaan. En heb ik opgestuurd. En vervolgens zeiden de artsen: joh, wij denken toch wel dat het handig is om hem te opereren. Want zoals hij ademhaalt in zijn slaap. Kijk, als je slaapt, ben je op zijn rustigst, ben je op zijn ontspannen. Dan hoor je eigenlijk niet zoveel moeite te doen om adem te halen. Maar dat deed hij dus toch. En vandaar dat de artsen toen hebben geadviseerd: we moeten hem gaan opereren. Of het is wel nodig in zijn situatie. Nou, dat was heel eng, kan ik je vertellen. Ik had wel begrepen van de artsen dat dat een optie was voor hem. Maar ik zat er zelf niet aan te denken. Want ik dacht, ja, misschien is er een medicijn of zo ervoor. Want je wilt er eigenlijk niet aan denken dat je kind geopereerd wordt. Dus het kwam een beetje wel als een shock voor mij. Maar goed, hij is geopereerd. En het is goed gegaan. Echt. Ik ben God echt dankbaar daarvoor. En al die artsen die moeite hebben gedaan. Echt waar. Die hem hebben geholpen. En ervoor hebben gezorgd dat hij nu gewoon lekker kan genieten van zijn... Ja, hij is eigenlijk geen babytje meer, maar toch wel van zijn babytijd. Hij had moeite voor de operatie, had hij moeite met eten, waardoor hij ging afvallen. Hij gaf heel de tijd over. Hij was heel hangerig, dus ik was continu met hem. Het was lastig voor hem. Het leek alsof hij werd gestagneerd in zijn groei, in zijn ontwikkeling. En na de operatie, ik zweer het jullie, ik denk dat deze operatie hem echt zoveel goeds heeft gedaan. Dat hij na 3 weken na zijn operatie begon hij te zitten. Begon hij te kruipen. Nu wil hij staan. Like, what the hell? Hij wil alles gewoon zo snel doen. En ik ben zo trots op hem. Echt, hij is zo sterk. En hij eet lekker, flink. Ik ben zo blij dat alles gewoon goed gaat. Zoals het zou moeten gaan. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje een update van Zane. Hij is nog aan het herstellen. Zo af en toe hoor je het geluid ook nog. Omdat hij zich inspant dan. Maar de artsen zeiden dat het langzamerhand rustig gaat worden. Dus het gaat goed met hem. In die periode ging het met mij ook niet zo lekker. En ik vind het best moeilijk om dit te zeggen. Maar sinds zijn geboorte ben ik eigenlijk constant bezig geweest met hem en met Zoe natuurlijk. Ik had ook langer verlof genomen, dus ik had een maand extra tijd om thuis te blijven met hem. Omdat ik gewoon onzeker was over zijn situatie en ik hem eigenlijk niet alleen wou laten. Omdat hij ook heel hecht was aan mij. Hij wou ook bij niemand anders doen en ik vond het gewoon heel moeilijk. Ik ben toen weer begonnen met werken en dat gaf me een stukje rust. Ook omdat ik mijn eigen ding weer kon doen, omdat ik weer onder de mensen was. Maar tegelijkertijd was het super zwaar. En mind you, ik was in het begin toen Zane geboren was, toen hij, ik denk ongeveer 3 maanden of 2 maanden was, ben ik naar de huisarts geweest om te zeggen dat ik niet zo lekker in mijn vel zit en dat ik eigenlijk gewoon hulp wou hebben daarbij. Daar heb ik toen niks mee gedaan, omdat ik toen begon met werken en ik voelde me goed en het ging goed en ik had mijn draai gevonden. Maar het was tegelijkertijd ook zwaar wat ik zei. Waardoor mijn lichaam eigenlijk op een gegeven moment zei: je moet nu stoppen. Want je kan zo niet door.
En ik kreeg aan het werk hevige rugpijn. En dat bleef aanhouden. En toen ben ik naar de huisarts geweest en die zei, je zit echt goed vast. Toen ben ik naar de fysio geweest. Ik heb toen met mijn fysiotherapeut gesproken. En die zei ook, door alle stress en door alle onzekerheden rondom mijn kind, is dit gaan uiten in lichamelijke klachten. En ik had dat wel even nodig, dat iemand zei, je moet nu even een stapje terug en tijd nemen voor jezelf. Ik ben toen weer teruggegaan naar de huisarts en ik heb toen ook gewoon mijn gevoelens geuit. Echt alles eruit gegooid wat ik voelde, wat ik dacht, wat ik... Ja, gewoon alles. En daaruit bleek dat ik postpartum depressie heb. Ik had al wel een vermoeden, maar ik wou er niet aan toegeven. Omdat je denkt, ja, je bent moeder, kom op, je kan dit. Je gaat dit zelf oplossen, het komt wel goed. Maar het ging zo ver dat ik continu geïrriteerd was. Boos, chagrijnig, verdrietig. Ik was echt niet te genieten. En dat was gewoon heel vervelend, want ik ben zo iemand niet. Ik wou niks doen, maar toch ging ik het doen. Het liefst lag ik eigenlijk gewoon de hele dag in bed. En lag ik niks te doen. Maar toch ga je door, want ja, je bent mama en twee kinderen die heb je om groot te brengen. En ja, het gaat niet allemaal vanzelf. Goed, long story short, ik heb dus nu hulp. Ik ben begonnen met therapie. Ik moet zeggen, het gaat niet helemaal zoals ik dat wil, maar ik ben beetje voor beetje, stapje voor stapje, alles aan het oppakken. Zoals ik er nu uitzie met make-up en mijn haar gedaan, zo zie ik er eigenlijk dagelijks niet uit. Ik ben het nu weer aan het doen, omdat ik ook mijn liefde voor make-up eigenlijk kwijt was, verloren was. Ik vond het helemaal niet meer leuk om mijn make-up te doen. Ik vond al mijn make-up gewoon niet meer leuk. Like, who the fuck? Who am I? I mean... Ik heb soms mijn mindere dagen. En dat is zwaar, want dat wil ik eigenlijk niet. Want dan heb ik het idee dat ik weer achteruit ga. Maar dat komt wel goed, dat weet ik gewoon. En zeker met alle professionele hulp die ik krijg. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het met mij gaat. Hoe het eigenlijk allemaal is gegaan. Ja, ik vind het nog best wel moeilijk om erover te praten. Maar ik wil er zeker over praten. Omdat ik weet dat heel veel vrouwen dit meemaken. En ik heb het zelf ook opgezocht. Omdat ik het idee had dat ik alleen ik me zo voelde. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn meer vrouwen die zich zo voelen na een bevalling. Mind you, ik heb me nooit zo gevoeld na zoiets geboorte. Toen voelde ik me gewoon prima, alles ging goed. Maar ik denk dat dit gewoon komt omdat ik me vooral zorgen maakte over de gezondheid van Zane. Dat is ook logisch. Als moeder zijnde maak je extra zorgen om je kind. Dus dat. Ik wil gewoon weer oppakken waarmee ik
wat ik leuk vond. Dus ja, er komen weer vlogs online. En ik hoop binnenkort ook weer te gaan werken. En dat eigenlijk. Ja. That's the little update. Deze video is misschien all over the place, maar ik weet niet zo goed hoe ik dit kan verwoorden, zeg maar. Dus ik hoop dat ik het soort van oké heb overgebracht. Mochten jullie nog geïnteresseerd zijn in mijn bevallingsverhaal en meer over Zeens en aandoening, dan wil ik daar graag een video over maken. Dit omdat ik mama's heb gehad op Instagram die hetzelfde hebben meegemaakt met hun kinderen. Waarvan ook werd gezegd, hun kindje groeit er overheen, het komt wel goed. Dat kan natuurlijk, hè. Ik zeg niet dat alle kinderen geopereerd moeten worden met deze aandoening. Maar het is meer om moeders of ouders extra te laten zien wat wel kan en wat niet kan in zo'n situatie, denk ik. Ik weet niet zo goed waar ik naartoe wil hiermee. Maar goed, het is meer om ook informatie te delen, zodat meer mensen hierover weten. En we elkaar kunnen helpen hierin. Ja, dat. Ik denk dat ik voor nu wel genoeg heb gesproken. Dus ja, ik kom weer terug met de vlogs. Ik zal niet beloven dat ik weer elke week een vlog online zet. Maar ik ga het weer oppakken. En ik ben echt blij weer terug te zijn. Dus ja. Dat voor deze keer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik terug ben. En vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!